als deze video 6000 duimpjes omhoog haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video, mensen. Dus like de video alvast en dan zie ik jullie morgen weer. Maar eerst deze video. Ik heb een paprikaatje. Zoals jullie misschien weten, is het Kelvin. En dat betekent dat ik elke dag van de week een video maak, zolang jullie het aantal likes halen. Dat betekent dat jullie eigenlijk massaal mijn video's moeten gaan liken, maar daarvoor doe ik iets terug aan jullie. Oké, want ik heb allemaal prijzen verzameld en daar kun je elke dag kans op maken. En vandaag is het tijd voor de volgende prijs. Wow, voel me net. Lotto Weekend Miljonairs. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan bekijken wat de prijs van vandaag is. Namelijk, het is een Daniel Wellington horloge naar keuze. Oh yeah boy, yeah boy. Dus jij maakt daar kans op. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder deze video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak ik morgen de winnaar bekend op mijn Instagram story. Gewoon floep, floep. Mocht je de serie kutreclames nou niet kennen, nou dan ga ik het ook niet uitleggen, want het spreekt eigenlijk allemaal voor zich. Ik kijk gewoon kutreclames en reageer daarop. That's it. En mensen vinden het grappig. En ik ook. Dus dat is nice. Dus daar gaan we met de allereerste reclame, namelijk... Dames en heren, welkom bij deze wedstrijd. Zeg, kijk wat ik heb. Hey Messi, je hebt leeschips bij je. Nee. Het wordt extra leuk met de gezellige chips van Lees. Ja hoor mensen, het is weer zover. Laten we deze reclame even helemaal kapot maken. Dan is het nu de tijd, dan ga ik je nu kapot maken. Het eerste wat ik me afvroeg toen ik deze reclame zag is, waarom heeft iedereen schoenen aan? Dat doet niemand. Kijk, ik heb ook sokken aan. Gewoon sokken, that's it. Vervolgens gaat de deurbel, Chicky gaat erheen en denk je, oh, Messi staat voor de deur met chips. Oh my god, wow, random. Zo fucking mooi, die Chicky reageert gewoon met, hoi Messi, alles goed? Hallo. Maar laten we even luisteren naar wat Messi zegt. Trek hij wel de picar. En wat hij eigenlijk zegt in het Spaans is, ik heb leeschips bij me. Maar het kan geen toeval zijn dat als hij zegt, ik heb leeschips bij me, dat het dan is, trek hij wel de picar. Ik geloof het niet. Ik geloof het gewoon niet. In Google Translate heb ik heb leeschips bij me. Uitroepteken. Me quedé de virutas conmigo. Zie! Als ik die zin intyp bij Google, bij afbeeldingen, dan krijg ik allemaal shit. Allemaal taarten en shit. Allemaal popcorn op weegschalen en cupcakes. Bijna alles behalve chips. Dus ik weet niet precies wat hier gebeurt, maar volgens mij zegt Messi niet dat hij chips bij zich heeft. What the fuck? Elk shot waar Messi in zit, is greenscreen. Messi kon gewoon niet bij de opnamedag zijn. Die had gewoon gezeik. Messi had maar 15 minuten tijd. Ik vind de manier waarop Messi zijn mond beweegt ook echt fucking mooi. Hij gaat echt... Maak daar maar iets randoms van in de edit. Je kan letterlijk, doordat hij zijn mond zo raar beweegt, alles eronder plakken wat je wil. Ik haat Ronaldo. Gewoon boef, man. Like deze video. Hey, het is, het kan, hè? Het kan, je geloofde het. Hey Messi, je hebt leeschips bij je. What the fuck is dat voor reactie? Hoe kan je als Lionel Messi voor je deur staan zo reageren? Ik wil niet heel lullig doen richting haar, maar de reclamemakers hebben ervoor gekozen om een meisje de deur open te laten doen met zeg maar het grootste gebit en tandvlees ever. Lol, jouw tandvlees. Ik ben heel onzeker. Hey, het is wat het is. Het is wat het is. Oké, we kunnen natuurlijk heel erg de boel gaan analyseren en op haar tanden gaan letten, maar de vraag van vandaag is wel, en dat vraag ik mezelf af, en ook alle mannen die kijken, zou je haar doen? Hey man! Wacht, Yo. Ik heb even jouw mening ergens over nodig. Oké. Okay. Jij bent een specialist namelijk. Het gaat over chickies, ja. Ah, lekker man. Deze chick, kan jij zien? Ja. Zou jij haar doen? Ze is gewoon vrolijk. Ja, broer, het gaat om pompen man, bro. Kijk, je moet iedereen respecteren, snap je? Ik weet genoeg. Dankjewel voor je deskundige... Ja man, we zijn klaar man. Ik had één vraag, je hebt toch goed beantwoord? Het draait om pompen man. Als een chick je kamer binnenkomt en ze is naakt, je gaat er sowieso toe. Je moet allemaal niet te moeilijk doen man. Oké, doei. Hé, hey, de specialist zegt het. We gaan door naar de reclame. What the fuck is dit? Het is niet zo goed te zien, want ze knippen heel tactisch weg. Oké, slim. Maar in die andere hand heeft hij zeg maar 1 zak chips, 2 zak chips en gewoon een random klein zakje met pinda's of zo. Pinda, yeah! De manier waarop die vader trouwens zijn zoon ook... Hij gaat gewoon, hey zoon. Hey, wacht. Wat is dit? Je denkt misschien, oké, Messi pakt gewoon een chipje uit een zak. Kijk hoe vol
deze zak is. Nooit is dat zo. Ik heb nog nooit een zak chips gekocht die zo vol zat. Ik heb hier het levende bewijs. Volgens de reclame van Messi zitten hier allemaal chips gewoon tot hier. Je kan dit hele stuk kan er gewoon afknippen. Dit gedeelte zeg maar, je zou denken, oh lekker, hier zitten allemaal chips. Nee, zit niks. Oké, hier begint het pas. What's up met deze geile bek van deze vrouw trouwens? Extra leuk met de gezellige chips. What's up met dit hoofd? Wat gebeurt hier? Zeg maar, moet het soort van opwindend of geil zijn? Moet zijn geilheid uitstralen, want het lukt er niet echt. Weet je, en als ik iets niet snap, dan probeer ik het soort van te bedenken. Wat zou zij denken? You like how I suck this chippy? I like my chippies like Chinese people. Yellow. I can deep throat. Wanna see? Nee. Gewoon floep. Nee, dit, niks. Is boer dit filmpje? Niks past eronder. Het is gewoon echt de meest nietszeggende joke uit de hele reclame. Het is ook de enige joke uit de hele reclame. En het is niet eens. Het klopt niet. Het wordt extra leuk met de gezellige chips van Lees. Het wordt extra leuk met de gezellige chips van Lees. Nou, ik weet niet wat je bedoelt. Maar als ik thuis op de bank zit met andere mensen en niemand zegt iets, dan is het niet echt leuk of gezellig of zo. Oké, met de muziek eronder hebben ze het misschien nog een beetje opgelost. Maar als je de muziek weghaalt, dan hoor je en dan voel je pas hoe fucking saai het eigenlijk is daar. Snap je wel wat ik bedoel? Het is gewoon echt, het is super saai. Weet je, de conclusie van vandaag is, nodig Messi nooit uit voor je feestje, want dan wordt het gewoon fucking saai. That's it. We gaan door naar de volgende reclame, mensen. Young man, there's an iPhone for you. I say young girl, you can have your own too. A real iPhone, it's as good as brand new. We can all look cool and have one. For everybody and vertel mij alsjeblieft, wie er in 2017 nog een iPhone 5S wil? Wie wil? Niemand. Niemand wil dat. Ik heb altijd zo'n fucking haat aan zulke reclames, omdat het gewoon zo simpel gedacht is. Van oké, laten we een liedje wat ooit een hit was, laten we dat lekker omvormen naar iets zodat het herkenbaar is voor mensen thuis. Nee, het is gewoon tering irritant. Everybody een iPhone 5S. Maar en moet ik heel eerlijk zijn, ik kan deze reclame niet heel veel verder analyseren. Want er zitten geen mensen in die raar doen, er zitten geen vergekke situaties. Ik geef niet op. Snap je? Ik geef niet op. Zo ben ik niet. Dus ik ben even gaan zoeken online en ik kwam daar een video tegen waarin iemand uitlegt wat zeg maar refurbished betekent. Hier ga je echt dood van. Hoi allemaal, ik ben Julie en ik ga vandaag voor je de refurbished iPhone 5S van Leap unboxen. Moet je dat eens 5 keer snel achter elkaar zeggen? Refurbished, 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 bitch. That's right, bitch. Gewoon floep. Ik vind het altijd zo fucking mooi om te zien dat je van die objectieve unboxing video's hebt. Dus zo van oké, ik ga vandaag even kijken hoe goed dit product is. Terwijl de video online staat op het kanaal van Simpel. Dat is zo fucking raar. Specialist in refurbishment staat erop. Ja, het is wel simpel. Ja, het is wel simpel. Wow, branding Simpel, slim gedaan. Simpel. Best slim, al zeggen we zelf. Best slim, super slim. Oh, die doet pijn, jongen. Echt. Ah, het is best wel een grote paprika dit, hoor. Best groot. Super groot. Sterk. En het leukste aan een nieuwe telefoon is toch eigenlijk wel om de plastic eraf te trekken. Dus dat gaan we nu doen. Je vergeet zeg maar al het andere wat je met een telefoon kan doen. Appen, Instagram, telefoneren, weet ik wat allemaal. Nee, maar dat plasticje eraf, dat is echt het allerleukste aan een telefoon. Ja. Let trouwens even op haar hoofd terwijl ze dat ding eruit aftrekken is. Het ziet er niet echt uit alsof ze heel blij is. Vaak als ik iets leuk vind, dan lach ik. Dan is het gewoon van, ja man, ik kan het eindelijk doen. Lekker plasticje eraf halen. Ja, haha. Zijn het gewoon, ik vind het plasticje eraf halen heel leuk. Heel geloofwaardig. Alles wat hierna gebeurt is een opstapeling van allemaal cringe momenten waarin Simpel je een iPhone 5S probeert aan te smeren door haar heel enthousiast erover te laten zijn. Wat niet lukt trouwens, maar ze proberen het. Ik moet het einde toch even aan jullie laten zien. Mag ik deze eigenlijk mee naar huis? Echt? Lekker dan. Oh! Ik weet niet of ik overdrijf. Waarschijnlijk wel. Maar ik vind het zo fucking kut. Maar mag ik deze mee naar huis? Lekker dan. Oh, wauw. Het leuke is, niemand zegt ook iets. Thanks for coming. De conclusie van vandaag is gewoon, deze reclame is best wel kut. Best kut. Super kut! Ga door met de volgende. Hey jongens. Ik wil later Prins Carnaval worden en een praalwagen besturen. Ik wil later Prins Carnaval worden en een praalwagen besturen. Lekker origineel zeg. Kom zelf eens met ideeën, man. Pleur op. Doe even normaal, man. Doe even normaal. Doe lekker zelf even normaal. Jongen, jongen. Hé, hey, kom op. Jij ziet brand, wat wil jij laten worden? Ik wil laten premier worden en het land besturen.
Ik weet nog wel dat ik deze op tv zag en dacht, dit kan toch niet? Ik kan toch niet de ambitie hebben om een land te besturen als je zo'n kutreclame maakt? Maar voor de domme mensen onder ons, deze persoon moet niet Harry Potter voorstellen. Ook niet Balkenende, maar Mark Rutte. En de persoon tegenover hem is niet Malfides, maar is Geert Wilders. En mocht je nou niks van politiek afweten, is niet erg. Maar je moet in ieder geval weten wie Geert Wilders en Mark Rutte zijn. Daartussenin zit zeg maar die jonge versie van Sybrand Buma, a.k.a. de leider van het CDA. Het mooie vind ik gewoon, drie kinderen zitten op het strand. En één van hen zegt gewoon random in één keer, ik wil laten Prins Carnaval worden en een brouwwagen besturen. Niemand heeft je iets gevraagd, Geert. Ja, hij zegt die guy in die vriendengroep die gewoon random dingen zegt, want niemand het van hem wil weten. Ik heb genitale verratten. Ik denk er heel erg over na om mijn zusje te vermoorden. Gisteravond heb ik seks gehad met een hond. Ik vond het grappig. Vind ik leuk. Daar hou ik van. Leuk, grappig. Ja, zeker. Ik vind het zo goud dat ze zeg maar heel klein even ruzie krijgen over die trekken. Van, wie wil hem? Wie krijgt hem? Vervolgens gaat het beeld op zwart. En daarna zien ze eruit, voornamelijk Geert Wilders, alsof ze of een hele zware nacht hebben gehad, of echt helemaal van elkaar geslagen zijn. Oh, Sybrand, wat wil jij laten worden? Get your shit together. Anders krijg je met mij te maken. Ze hebben, wat ik ook fucking mooi vind, ze hebben de duimpjes en de reacties van de video gewoon uitgeschakeld. Gewoon dan weet je al dat je hebt verloren. Ik wil later premier worden. Nou, Buma, het is je zeg maar niet heel erg gelukt, oké? Alleen wat ik mooi vond is dat op basis van deze commercial heeft het YouTube kanaal van de VVD een soort comeback video gemaakt en die moet je gewoon zien. Hey jongens, premier Sybrand, wat wil jij laten worden? Ik wil later premier worden. Maar 40 jaar later is Mark Rutte minister-president. Oh! Damn! Punch out battles! Bang, bang! VVD, let's go, man! Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe kutreclamesvideo. Geef deze video een duimpje omhoog. Als we binnen 24 uur dit aantal likes halen, dan komt er morgen weer een nieuwe video. En laat natuurlijk een reactie achter en abonneer op mijn kanaal, want dan maak je kans op die super toffe prijs. Morgen maak ik de winnaar bekend op mijn Instagram story. Bedankt voor het kijken. Doei.